Ik heb jullie een anekdote beloofd dat illustreert uh, wat het belangrijkste principe is in organisatieontwikkeling, en dat is dat we in het hier en het nu dadelijke verschil maken. Dat je een walk the talk doet van de ontwikkeling die je zo graag wil zien gebeuren. Je demonstreert de gewenste toestand. In de plaats dat de ontwikkeling een plan is in het hoofd, dat wordt geïmplementeerd, ga je dadelijk aan de slag in elke interactie. De anekdote is dat ik eens gevraagd werd door een bestuur. Om een leiderschapstraining voor te stellen voor hun dertig directeuren, een grote organisatie. Ik vroeg aan het bestuur of dat zij ook onderdeel waren van de leiderschapstraining, omdat het toch één geheel is. Dat vonden ze nieuw, maar het was oké okay om dat te demonstreren op welke manier dat ze dan, dat ik dan met het bestuur aan de slag zou gaan. Op een bepaalde avond werd ik uitgenodigd op zoveelste verdiep, een chic verdiep, prachtige vergaderzaal en eerst lekker geheten. En dan mocht ik mezelf voorstellen aan het project. Na nou, ongeveer een uur vroeg een van de oudere bestuursleden, die er al dertig jaar werkte, uh, je ging toch met ons werken, je ging toch demonstreren op welke manier wij ook eigenlijk een bijdrage zijn tot heel dat project. En dan stelde ik voor om feedback te mogen geven op wat ik ondertussen geobserveerd had als interactiepatronen in de vergadering. En ik gaf die feedback. En ze konden daar nog vragen over stellen en dat nog beamen. En dan hebben we nog wat links en rechts over dingetjes gepraat, en dan mocht ik naar huis gaan. En zanderdags kreeg ik een mail in mijn bus dat ze toch gekozen hadden voor iemand anders om het, de leiderschapstraining uit te rollen. Wat was er gebeurd? Mijn feedback was toch een beetje te hard binnengekomen. Men hield het toch liever bij: we gaan een project doen met de directeuren. Het was een briljante mislukking. Er is natuurlijk altijd te leren als je een verschil maakt in het hier en het nu om dan in verbinding te blijven. Maar ik heb ervoor gekozen om dadelijk ook echt een verschil te willen maken en het risico te lopen dat er dan, zeker naar mezelf toe, iets uh, niet doorgaat of iets minder goed lukt. Toeval wil dan dat een jaar en half later ik weer een e-mail in mijn bus kreeg. Weer een uitnodiging om iets voor te stellen om met het bestuur te werken. Wat was er gebeurd? Twee van die oudste bestuursleden waren ondertussen eruit. En zo zie je maar dat als je in het, in het hier en het nu een verschil maakt, dat je wel wat teweeg brengt, dat er een zone van naaste ontwikkeling ontstaat. De verbinding behouden blijft een opdracht. Maar de keuze om echt een verschil te maken in elke hier- en nu-situatie blijft voor mij het principe om aan organisatieontwikkeling te doen. Tot de volgende, om nog fundamenteelere zaken te bespreken rond wat is dan precies wat er aan het gebeuren is wat is het nieuwe wereldmodel het nieuwe denken die we nodig hebben om aan organisatieontwikkeling te doen waar dat zelfsturende teams een mooie plek in kunnen krijgen tot de volgende